Kijk deze viezerik, mensen. Kijk hem. Iedereen, hou je kind hierbij uit de buurt. Ik heb de groep zeg maar opgericht om een platform te creëren om pedofielen te exposen. Niet alleen dat, het is ook een platform waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen. Ik krijg heel veel schrijnende berichten binnen. Dat de politie weinig serieus neemt of er weinig aan kan doen of wil doen of hun prioriteiten liggen anders. Eigenlijk hoorde ik je een paar flinke tikken te geven, wist je dat? Waarom? Waarom? Vind je het normaal om met 15-jarige jongens af te spreken, vieze flikker? De groei van dit soort groepen laat wel zien dat er een grote onvrede is binnen de maatschappij over de wijze waarop politie en justitie met dit soort zaken omgaan. En dat zal er met name ook gelegen zijn in de behoorlijk lange wachttijden die er inmiddels zijn. Ik probeer dit mensen wakker te maken zodat er wat mee gedaan wordt in de politiek. Bijvoorbeeld wetswijzigingen of er moeten zwaardere straffen komen. Slachtoffers moeten serieuzer genomen worden. Dat is de bedoeling van de groep. En dus doen ze er alles aan om vermeende pedofielen te ontmaskeren. Daar zit een grens aan. En die grens is geweld. Dat is sowieso uit den boze. Want dat hebben we voorbehouden aan de politie. Jouw hoofd gaat op internet. Alles gaat op internet komen. Geloof me. En die grens is ook het filmen van iemand. En naming en shaming gaan doen. Dat is nou eenmaal niet zoals we dat hebben afgesproken in ons land. Dat is strafbaar. Er staat mogelijk zelfs een gevangenisstraf tegenover. Bovendien zouden de filmpjes averechts kunnen werken. Als jij als mensen ook maar denken dat je iets hebt met seksuele gevoelens naar kinderen toe, ja, dan kan je dus geslagen worden, gefilmd worden, je naam op internet. En dat zijn allemaal zaken waardoor mensen eerder ondergronds zullen gaan, waardoor ze zich verder terugtrekken in het gedrag en geen hulp zoeken. Ja, dan is de kans dat ze zich isoleren heel groot. En als je geïsoleerd bent, dan heb je een grotere kans dat je overgaat tot seksueel misbruik. Ja, de Facebookgroep zegt dat ze van tevoren goed onderzoek doen. Maar als ze ten onrechte iemand beschuldigen, ja, dan zouden de gevolgen enorm kunnen zijn. En dan niet alleen voor jou, want veel mensen zullen zeggen, ja, dat heb je dan ook verdiend. Maar het gaat ook voor je omgeving, je vrouw, je kinderen. Ze worden beschimpt, ze worden bespuugd, ze worden gepest op school. Voor hun is hun leven eigenlijk ook voorbij. Je moet niet hun als slachtoffer gaan zien en ons als dader gaan zien. Dat is omgekeerde wereld in mijn ogen. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, als je de informatie hebt over die mensen, stap naar de politie en speel niet voor eigen rechter. Ja, als dat kon, politie doet er niks mee. Toch zegt de advocaat wel naar de politie gaan en... Maar er dan ook op toezien dat ze er wat mee doen. En dat als de politie er niets mee doet, kijk, daar kun je natuurlijk ook een mooi filmpje van maken, zou ik zeggen.